check dit. Dit is een rifhaai. Een Caribische rifhaai, om precies te zijn. En dit zijn schitterende roofdieren. Gestroomlijnd, snel, behendig en met een bek vol vlijmscherpe tanden. Maar ook al worden haaien vaak neergezet als slechterikken. Dit zijn gewoon fantastische vissen die niks anders willen dan overleven. Er zwommen al haaien rond op onze planeet, nog voordat überhaupt dinosaurussen ten tonele verschenen. En er bestaan tegenwoordig wel meer dan 450 soorten haaien. En met die gestroomlijnde bouw zijn het net torpedo's als ze achter hun prooien aanjagen. Schitterende dieren. En ja, ik kan natuurlijk niet over haaien praten zonder even het akkefietje aan te stippen dat ik ooit heb gehad met de Caribische rifhaai. Mm-hmm. En ik vroeg me af of jullie misschien nog even willen kijken hoe dat er ook alweer aan toe ging destijds. Ja. Ja, zeker. Toch? Oh, dat was snel. Ja. Mensen in het publiek? Ja, ik wil dat heel graag. Willen jullie dat zien of niet? Part-time sadist. Ja. Zeker weten. Ja. Hans ook? Ja, zeker. Miljuska ook? Ja, ik hou... Nee, ik kijk wel even de andere kant op. Oké, dan ga ik het laten zien. Maar ik moet echt wel even waarschuwen. En vooral voor ouders met kinderen. Dit zijn hele heftige beelden. Het is een ongecensureerde versie. Dus de wond en het bloed, alles is goed te zien. Als je daar niet tegen kan, kijk dan nu echt even niet. Het is nu al wel weer wat later op de avond, dus ik ga ervan uit dat echt jonge kinderen al liggen te slapen. En voor de oudere kinderen die het mogen zien van hun ouders, weet dat het weer helemaal goed is gekomen. En voor degenen die hier echt niet tegen kunnen, geldt ook voor mensen in het publiek. Nogmaals, kijk dan nu even niet. Daar komt hij, ongecensureerd. Dit zijn allemaal haaien om me heen. Caribische rifhaaien, om precies te zijn. En nee, dit is niet eng. Veel mensen zijn bang van haaien. Maar het zijn juist enorme, interessante en fascinerende dieren. Wou we nog hebben? Oké. Niet de pressure band het immediately. Een touwel. Oké, hospital. Go. That's really, really deep. Really deep, guys. We have a bite. The presenter from Pit and Pinto. I'm heading now back ASAP. Good. Relax. Go. Right? Nee, half arm lift it up. Don't say it. I'm feeling good. Are you going into shock? I don't think so, no. Okay, good. Or I will sit back. Oh, okay. Yeah. Let me look at this, yeah. Because I don't... Oh, God. Okay, that's terrible. Yeah, that's terrible. That's terrible right there. Okay, that is bad. Put your arm over here. You have to go back to Miami. Yeah, see if you can lay it flat. Jeez. Like, I'm gonna pour stuff on it. It's gonna hurt. You're not gonna get infected. Maya, mag wat water? Okay, we have to get him out of here. We need to call a helicopter. Who are we calling? Do you guys have insurance? Okay. Do you know which one? All right, I'm gonna bandage this. They'll deal with that. Somebody should fly back. I will stay with you. Or I can send one of my people back. I'll call my wife and she'll be ready. Okay.